Ja, we zitten in de auto onderweg naar het ziekenhuis. Ja, daar ben ik weer met een grote glimlach op mijn gezicht. Maar ik zou nog ergens over terugkomen. Dat zei ik gisteravond. Er gaat niet heel veel veranderen. Ik blijf gewoon elke dag vloggen. Mits. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is nu alweer dinsdag 28 december 2021 en het is nu 2:10. Ja, ik zie er niet uit. Ik weet het. Ik ga lekker onder een douche. Lekker. En dan om 2:10 moeten we bij het ziekenhuis wezen voor een injectie van mij. Dus ik wens jullie weer heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, we zitten in de auto onderweg naar het ziekenhuis voor mijn injectie en geen vaccinatie, maar het is wel een injectie voor mijn zenuwen die knel zitten. Weer fijn, jee, nat. Dus ja, vanaf 1 januari milieuzone. Is toch al? Nee. Maar in de binnenstad zeker? Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Fijn, jee, joepie. Dus... Nou, we zijn dus onderweg en ja, ik hou jullie sowieso op de hoogte en niet op de vlakte, zoals Rode het wel eens zou zeggen. Dus, nou ja, het is niet anders. We moeten het er maar mee doen. Kijk, dit is een heel mooi, nice autootje. Een M6. Een M6, ja. Ja, kijk, daar gaat hij. Wauw. Zo. We lopen alweer bijna bij het ziekenhuis. Voor mij dan. Rodi loopt een beetje te snel voor mij. Maar maakt niet uit. We zijn er bijna. Het ziekenhuis zit. Ja hoor. Staat hier voor mijn neus. Goedemorgen. Deze morgen. En dan moeten we naar afdeling blauw volgens mij. Heelkunde. Dus ja. We gaan dat zien. Toch schat? Ja. Met je mooie muts. Want je bent weer vandaag goed gemutst toch? Ja. Dat dacht ik al. Ja. Dus wij gaan even naar de poli. En dan even kijken wat ik wel en niet kan filmen. Wat gaan wij doen? Nee, ik ga niet aan de kant. Ik ga niet aan de kant. Echt niet. Hij gaat hierop rijden. Dus, en het is een voetgangersgebied. Dus dan moet hij rekening houden met ons. Niet andersom. Jammer joh. Hij. Dus ja, wat ik dus net al zei. Wij gaan dus nu even... Zometeen naar binnen. Even kijken wat ik zometeen wel of niet kan filmen. En jullie horen het wel weer. Toch? Ja. Ja, en dat dacht ik ook. Meneer, die wou er even langs. Ja, dat dacht ik ook. Kijk. Ja, daar ben ik weer met een grote glimlach op mijn gezicht. En Ro ook weer, want die kan ook weer lachen, gelukkig. Dus, nee, maar ik heb dus een ontstekingsremmer en een verdoving gehad. Ja, ik heb een foto van mijn medicijnen mogen maken, dus die komt ook even in beeld. Dus dan weten jullie dat ik dus niet met de Jon met de Jan korte achternaam iets uit mijn nek lul, zeg maar, of zo. Hè? Ja, weet ik het. Ik vind het prima. Dus dit is echt wel serieus. En mijn gevoel, dat is eigenlijk juist toch? En dat de plek groter is, hè? Ja. Ja. Dus... Volgend jaar heb ik alweer een afspraak bij het andere ziekenhuis. Bij mijn arts die mij heeft geopereerd. Dus ik ben er nog voorlopig nog niet vanaf. Ja, ik kan weer lachen, maar voor hoe lang? En dat deze arts afgelopen augustus mij ook deze ontstekingsremmer en deze verdoving heeft gegeven. Was ik iets van 3-4 weken ermee zoet, hè? Mm-hmm. Ja, dus... Daarom heeft hij dus nu ook een ontstekingsremmer erbij gedaan. Zodat ik, trommelgeroffel, het nieuwe jaar, het oud jaar, er goed doorheen kan komen. Dus we gaan het zien. Hoop ik dat het goed gaat. En ja, lekker windje, zeg maar. Ook leuk. Maar ja, heb jij er nog wat aan toe te voegen? Maar dan moet je wat harder praten, want nu heb ik die wind in de weg. Helemaal niks. Kijk, dan heb ik het goed verteld, denk ik zo. Dus ja, we gaan nu weer lopen naar de auto.
En ik heb een lamme arm. Dus nee, ik probeerde mama ook al te bellen. Maar die ligt waarschijnlijk te slapen. Omdat ze zich nog niet goed voelt. Maar ja, komt helemaal goed. Ik ga weer gezellig met Ro lopen. En we gaan het meemaken hoe ik me de aankomende dagen weer ga voelen. Hey kind. Oh, wat is hij mooi. Wat is ze mooi. Hi. Wat zwem jij snel. Jeetje. Zitten jullie helemaal in het donker? Oh, wat ben ik ook erg ook, hè. Uitrekken. Kom maar, kom. Hi, kom. Even een lampje, Lina. Het is een beetje donker, hè, doe maar, schat. Het is een beetje donker hier, hè. Schande, even vrouwtje. Ja, doe maar, lopen. Ja, ga je daar lekker liggen, schat. Ga daar liggen. Jij. Hey. Hey, Wessie. Mama gaat het kacheltje aan doen. Ja. Een hele goede avond allemaal. Oh, zoals je ziet lig ik al lekker op bed. Ja. Maar ik zou nog ergens over terugkomen. Dat zei ik gisteravond. Er gaat niet heel veel veranderen. Ik blijf gewoon elke dag vloggen. Mits dat mijn gezondheid het toelaat. Want net zoals vandaag weten jullie dat ik dus weer naar het ziekenhuis ben geweest voor een injectie. Dus... het gaat niet helemaal zoals het wezen moet. Maar ik ga vanaf volgend jaar, voor mij, als het dus volgend jaar is, ga ik een soort van dagboek opnemen. En dat ga ik dan elke maand publiceren op YouTube. En dat heet dan Dagboek Leven met Agnes. Dus ben je dus nieuwsgierig naar hoe het leven daarmee hoe het daarmee te leven valt. Ik zou zeggen, abonneer gewoon en hou die playlist gewoon goed in de gaten. Want dat wordt dus namelijk een playlist. En ja, dat heb ik dus met Ro overlegd. En Ro die zegt als van, doe maar gewoon wat je zelf wil. Maar haal niet al te veel op je hals, zeg maar. Dus daarom ook één keer in de maand. Ik moet even kijken welke dag ik ga uploaden. Of dat ik gewoon random één keer in de maand ga doen. Dat weet ik nog niet. Maar houd zeker wel in de gaten. Dus ja. Dus als het voor mij. Dus niet voor jullie, maar voor mij. Oud en nieuw is en januari is. Dan ga ik dus er een beetje mee starten. Het is nu. Boep. Geen idee uit mijn hoofd. Maar oké, maakt even allemaal niet uit. Maar dan weten jullie er even van. Dus als het voor mij in januari is, dan ga ik starten. En dan, nou ja, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier ermee. En mocht je vragen hebben, stel ze gerust. En ik ga niet overal op reageren onder mijn comments. Maar ik ga wel reageren op mijn e-mails. Dat probeer ik wel. Mits dat mijn gezondheid het toelaat. Ja. Dus alles is mits. Dus ik ga niks beloven, mits dat mijn gezondheid het toelaat. Dus ik zou zeggen, blijf gezellig kijken. En nou ja, ik zou zeggen, dan hou ik jou gewoon met alles op de hoogte. Dus bij deze ga ik ook gelijk weer de vlog lekker afsluiten. Dus vond je deze vlog wel leuk, gezellig, weet ik veel, wat nog meer. Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren, laat een duimpje achter. Doe het belletje aan en laat er een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog.